Have a seat, everyone. Good morning. You can take your books on page 38. Het is belangrijk om de leerlingen heel goed te ondersteunen in CLIL. Sowieso omdat het voor velen nieuw is. Ever heard about that story of a man who took an army with elephants over the Alps? En een van de laatste dingen die ik gedaan heb, is een podcast opnemen. This is the end of this lesson. I, however, have also got a podcast for you. Listen, take your book with you, and then I pinpoint all the important things about the lesson. In mijn geval vertel ik in die podcast voornamelijk de leerstofinhoud nog eens, een soort van leerstofoverzicht van alle belangrijke termen en wat ze concreet moeten doen zodanig dat ze gericht gaan studeren. Hello everyone, this will be the next part of the podcast, or well, a new podcast about Unit 4, Place. Het is niet de bedoeling dat ik die les opnieuw geef. Het is een aanvulling op, het is zeker geen vervanging van mijn les. En echt moeilijke leerstofonderdelen als ik in de klas heb ondervonden, dit gaat moeizaam of dit hebben ze niet zo goed begrepen, kan ik er iets langer bij stilstaan. En daarmee kunnen de leerlingen dan thuis in alle rust aan de slag en ze kunnen het zoveel herbeluisteren als ze zelf willen. Als ik bijvoorbeeld weet dat ik een toets donderdag heb, dan luister ik daar meestal de eerste keer naar dinsdag of zo. En dan luister ik daar elke dag naar en daardoor onthoud ik ook wel al veel van de toets. When something changes slowly, we call it evolution. If it happens faster, we call it revolution. En het klinkt misschien alsof dat het veel werk is, zo'n podcast opnemen. Dat is het helemaal niet. Je hebt er eigenlijk heel weinig voor nodig, alleen je smartphone en een app waarmee je kan opnemen. Het is eigenlijk twee vliegen in één klap. Dus ik denk dat het op dat vlak wel een meerwaarde heeft voor de leerlingen en een meerwaarde voor mij omdat het minder tijdrovend is.